Welkom bij de eerste challenge. De eerste challenge is een wall sit, maar niet een normale wall sit. Een wall sit met wc-rollen. Het eerste wat je moet doen is zoek een lege muur waar je rustig tegenaan kan gaan zitten. Wat heel belangrijk is, is dat je gaat zitten, is dat je met een rechte rug gaat zitten en dat je benen 90 graden zijn. Alsof je er een dienblad op zou kunnen leggen. Nou, hoe moeilijker je het wil maken, is waar je de wc-rollen gaat neerleggen op je bovenbenen. Wil je het jezelf makkelijk maken, leg je ze in het begin. Wil je het jezelf moeilijk maken, leg je ze wat meer aan het uiteinde bij de knieën. Op het moment dat het muziekje gaat lopen, leg je ze op je benen. Als die aftelt voor de pauze, en het is pauze, haal je de wc-rollen eraf, hou je ze vast. En op het moment dat die weer moet gaan starten, leg je de wc-rollen terug. Je gaat natuurlijk op een gegeven moment trillen. Dus het wordt steeds lastiger om de wc-rollen te laten liggen. Het is dan ook niet erg dat je ze verschuift naarmate je de oefening langer uitvoert. Succes! Daar gaat hij. Dat was hem. En daar gaan we weer. Welkom bij de tweede challenge. Voor de tweede challenge kan je ervoor kiezen om een hardere ondergrond of een zachtere ondergrond te gebruiken, wat je zelf prettig vindt. Voor de rest is de oefeningen op twee niveaus uit te voeren. Het is namelijk de opdrukchallenge. Wordt de opdrukchallenge wat te zwaar op de manier waar ik hem uitleg, is de tweede manier op je knieën hem uitvoeren, die zal ik zo meteen ook nog even voordoen, een hele goede vervanging. Het is de opdrukchallenge met natuurlijk weer de wc-rollen. Wat erg belangrijk is, is dat je je voeten en je armen goed neerzet. Je zakt eigenlijk helemaal door, komt weer omhoog. Op het moment dat je omhoog komt, mag je een wc-rol verplaatsen. Je zakt weer naar beneden, komt omhoog, mag de wc-rol weer verplaatsen. Door het verplaatsen en het omhoog komen, train je ook je core. Door het verplaatsen en het omhoog komen, train je ook je core. Je zakt weer naar beneden, omhoog, verplaatst hem naar de andere kant. En weer naar beneden, omhoog en de laatste ook weer. Wordt het wat te zwaar, dan ga je naar je knieën toe. Je zakt naar je knieën, doet dezelfde oefening, drukt goed uit, verplaatst weer de wc-rol. Op de normale manier uitvoeren is natuurlijk erg belangrijk dat je door je armen zakt en niet door je heupen. Want dat is een andere soort challenge. Daar gaat hij. Dat was hem. 3, 2, 1, go! Daar gaan we weer.